Hey mensen, Mark hier en welkom bij weer een nieuwe video. Wat anders dan normaal, niet per se mijn packs, dat komt vanzelf nog wel. Maar ik dacht, we proberen eens wat anders en ik stream zo nu en dan. Dus ik dacht, we kunnen eens wat packs doen van kijkers. Mensen vroegen wel eens of ik rewards wilde doen op donderdag of zo. Wat ik meestal niet doe, bijvoorbeeld Raoul doet dat meestal wel eens. Ik weet niet of hij dat nu ook weer gaat doen. Maar vandaag zijn de luxe Team of Season so far packs uitgekomen. Ze zijn iets wat verwarrend, maar... ze zijn er. We gaan ervan uit dat er ook nog een gewone Ultimate Team of Season Guarantees komt. Maar dit is er eentje waarbij je een speler voor 86 rating... krijg je één speler van La Liga, Liga, gewoon één van de top 5 leagues. Dus je kan Santi Cazorla krijgen, maar je kan ook Dean Henderson krijgen. Een duimpje omhoog op deze video zou erg welkom zijn. Dit is iets wat we normaal gesproken niet doen. Als je vaker wil dat ik packs doe van kijkers, laat het dan vooral... weten of zo. En laten we dan gewoon beginnen met die packs. Dit wordt de eerste van de video. Voor de duidelijkheid mensen. Ik heb normaal gesproken geen Discord of zo. Dus het is niet zo dat je moet vragen in de reacties. Hoe je mijn Discord kunt joinen. Want die bestaat niet. We gaan de eerste nu openen. In de hoop dat we iets goeds krijgen. Er kijken mensen mee. In de hoop. Wacht. Yo, je hebt nog. Oh wacht, je dubbele lala. Oké, gelukkig. Phew. Oké. Ik gun je Neymar. Maar eerlijk. Ik verwacht... Santi Cazorla zie ik ook nog wel gebeuren. De eerste Team of the Season. Volgende kijk alsjeblieft iets goeds. Duits. Deze, wie is dat? Oh, dat is kut. Oh, dat is die 88 spits. Oh, 89. Maat. Oh, jezus. Oh, dat is kut. Dit is... ja. Het is heel snel afgehandeld. Alright mensen, pack 2 is voor ons binnen. Zijn clubnaam is Unlucky. Hij heeft nog 7700 coins. Ik neem aan, we moeten gunnen hem iets goeds. Voor iemand die nog zo weinig over heeft, hoop ik dat we iets beter kunnen krijgen dan Niederlechner. We kunnen dit keer gelijk herkennen welke het is, aan de positie in ieder geval. Alsjeblieft iets goeds. Alsjeblieft, kom op man. Nederlands. Van Dijk, please. Ah! Je zag hem aankomen. Je zag hem aankomen. Het is niet slecht. Als je nog FIFA speelt... is hij niet slecht. Ja, in ieder geval, we gaan dit openen. Hij levert Del Piero in. Dus in de hoop dat we iets goeds krijgen. hij heeft er kennelijk haast bij. Ik weet niet waarom. Maar dit Sky, mod bij Raul, kijkt ons al jaren. Heeft nog 375k. Heeft dit team al. Hij parkeert de bus. Hij is groot fan van Mourinho. En we gaan kijken of wij hem in het Noors iets goed kunnen krijgen. Kennelijk is het een ding dat als je hem op een andere taal zet, dan herken je niet wat je krijgt en krijg je hopelijk geluk. Het is Kai, dus aan de ene kant gun ik het hem, want hij kijkt me al jaren. Maar aan de andere kant vind ik het wel leuk als hij slecht iets krijgt. Dus we zijn benieuwd. Kai is een 50-50 gevalletje in dat opzicht. Portugees. Nee. Oeh. Renato Sanchez is goed. Dit is... Kaas. Ik ga dat woord niet vaak gebruiken, het is niet mijn ding natuurlijk, maar... Renato Sanchez is een uitstekende speler om te krijgen. Hij zal vinden van niet. Hij zegt ook in de chat UHL. Maar dit is gewoon een heel goede om te krijgen. Alright, we hebben de eerste. Althans, de eerstvolgende. De eerste die hem daadwerkelijk in het Nederlands heeft. Hij heeft nog 1484 munten over. We gunnen hem wat. Misschien dat hij kan hem niet verkopen uiteraard. Maar misschien dat hij door deze goede pool iets kan verkopen. En daardoor nog hopelijk iets met zijn team kan doen. Kom op. Beter dan Renato Sanchez. Braziliaans. Doelman Alisson. Hij is goed, hij is heel goed. Ik ga hem binnenkort gebruiken als doelman in de Ultimate Team Season Guaranteed SBC. Schijnt daar heel handig te zijn. Maar het is... Oké, mensen, we zitten weer op iemands account. Een Nederlander, wederom, qua taal in ieder geval. Dit keer wel op een account dat we nog niet geopend hadden. Ik probeerde net namelijk iemand te joinen wiens pack ik al geopend had, omdat ik oud ben en het niet door had. We hebben hem in het Nederlands, we hebben hopelijk geluk... ik weet niet wat zijn team kan gebruiken. Daar probeerden we net naar te kijken en dat ging niet heel erg goed. Dus hopelijk krijgen we iets goeds voor hem. Renato Sanchez tot nu toe de beste. Eens kijken of we het kunnen krijgen. Spaans. CM Santi. Parejo. Oh. Ai. Ik ben een optimistisch mens. Algemeen. Kunnen we wel stellen. Probeer altijd het beste van kaarten in te zien. Heb ook in het verleden meermaals Parejo gebruikt. Alleen... 3-6 kill moves. Alright, we hebben de volgende. We hebben Twan, die een fraai team al heeft staan. Het zou leuk zijn als we hem een CAM of rechts mid kunnen geven. Dan wordt het lastiger, want gezien hoe zijn team staat, zit je dan eigenlijk al te kijken naar een Griezmann op 7K bijvoorbeeld, een Messi of iets anders. Dus laten we hopen dat we iets goed kunnen krijgen. Hij heeft nog genoeg coins, dus hij zou het kunnen kopen. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat wij hem iets pakken.
Ik gun het ze. Ik gun het oprecht dat we hem iets goeds krijgen. Het zou mooi zijn. De beste is nog steeds Renato Sanchez tot nu toe. En nu krijgen wij Colombiaans R.A. Cuadrado. Hoe zeg je dit? Klote. Alright mensen, we hebben de volgende. We gaan ervan uit dat het een Belg is. Gezien het feit dat hij David gebruikt. Ik kan in zijn team nu inderdaad, ja. Dit is het beste team van een kijker tot nu toe. De rechtsback is behoorlijk random. Carvajal zou ratingsgewijs natuurlijk niet de beste zijn, maar wel perfect voor zijn team. Of een Duitse rechtsback, maar die bestaat niet echt, geloof ik. Dus we kijken wel, we hopen wel. Misschien krijgen we het goeds voor hem. Zou fijn zijn. Kom op, Algerijn. Mares, toch? Ja, dat is Mares. Ja, dat is heel goed. Toch? Dat is best tot nu toe. 95 Mares. Schoon W. Schoon goed. Of Dub of W, wat klinkt fijner? Laat het weten. Dit is een uitstekende wissel voor hem. Alright mensen, de volgende is er. Bij deze mogen we daadwerkelijk nog zelf de speler inleveren. Hij heeft dus, althans had Agudelo unlocked een season geleden. Of het huidige, vorige seizoen in ieder geval. En een rode fris. Voor de rest is het niet heel bijzonder wat hij inlevert. Het is eigenlijk best een goede deal. Ja, deze kan je missen. Hij is toch niet verhandelbaar. En je gaat hem toch niet gebruiken waarschijnlijk. Dus hopelijk kunnen we hem iets geven. Hij zat in twee teams. Maar dat is waarschijnlijk een objective teampje dan. Of squad battles. Eén van die twee. Hij heeft nog genoeg coins. Hij heeft aardig wat potten gespeeld. Laten we hopen dat we hem kunnen belonen voor zijn harde werk. In de vorm van wederom een Maris. Een Aton. Zou welkom zijn. Ik vind het in ieder geval. Ik vind het leuk om te doen dit. Moet zeggen, ik was een beetje onzeker. Maar ik merk inderdaad wel dat het leuk is om te hopen dat mensen ook iets krijgen. Naast dat je het voor jezelf natuurlijk hoopt. Italiaans. Oh nee, niet Acerbi. Dit is kut. Dit is de kutste tot nu toe. Dit is spijtig. Vervelend ook zeker. Kwalitatief uitermate teleurstellend. Dit is jammer. Alright, mensen, de volgende pack is binnen. Ik weet niet of die wil dat ik... Stuttering, hij is rijk. Maat. Oh, fuck up. Wat is jouw team? Als je 11 miljoen hebt. Of heb je geen team meer? Maat. Zo. 90 gulden. Zo de tering, hé. Dat is behoorlijk kaasje. Dat is... Ultimate packs heeft hij ook. Ik ga het niet aanraken. Ik raak het niet aan. Maar just saying. What the hell, man. Deze guy. Holy shit. Je hebt het niet nodig. Maar ik gun het je wel. Handanovic. Is dat. Toch? Ja. Is niet slecht. Maar ik weet niet wat zijn keeper was. Ik heb niet goed gekeken. Maar het is... Holy shit, man. Right. Volgende packie. PSV-fan. We kunnen geen ex-PSV'ers krijgen, geloof ik. Laten we gewoon hopen dat we hem iets kunnen krijgen. Waardoor hij nog lekker wat winst kan pakken als hij nog de komende tijd gaat spelen. Laten we het zo zeggen. Een Frenkie. Zou leuk zijn. Een Renato Sanchez. Een Nederlander. CV. Voor de tweede keer. Hij is niet slecht. Alright mensen, de volgende staat klaar. Hij levert niks geks in. Het enige wat hij doet is Ødegaard en dan een Szczęsny. Ja, kan je wel missen op zich, weet je. Dit is de tweede week van juni. Je kan het echt wel missen. Hopelijk kunnen we hem eens goed krijgen. We hebben een paar goede gehad tot nu toe. En een paar waarvan je denkt, had je kunnen missen. Weet je, we hebben twee keer de vrij gehad tot nu toe. En die is wel aardig op zich. Sanchez was goed. Maris was top. Eens kijken of we deze man iets beters kunnen geven. Het zou fijn zijn als dat zo kan. Kom op, beste tot nu toe. Niet Spaans. Italiaans. RM. Is de tweede keer dat we voor iemand Berardi krijgen. En ik moet objectief zijn. Dit is kut. Right. Mensen, nieuwe ronde. Nieuwe kansen. Hij levert een rode Verratti in. Voor de rest niks bijzonders. Oh jawel, hij levert nog die Hamid in. Maar dat is een keeper van 1,50 meter. Zeg maar de Amerikaanse Vermeer is dat. Dus eens kijken of we wat goeds kunnen... Alles behalve Berardi is een W waarschijnlijk. En de chat heeft net bepaald dat we moeten gaan voor de H van Halfhuts. Wat op zich klinkt wel lekker, alliteratie. Het is een Heerenveen-fan, er zitten geen ex-Heerenveen-spelers. Oh wel, Ødegaard. Dus we kunnen hem krijgen. Dat is een soort ex-Heerenveen. Hopelijk heb ik me dat goed herinnerd. Kom op. Geen Berardi. Italiaans. Oh nee. CV. Oh, Acerbi. De gegarandeerde Acerbi-pack. De verbinding laat een beetje te wensen over, net als de packluck. Hij heeft een Deluxe Team Season-speler. Op zijn trading-account. In de hoop voordat we iets goeds van hem kunnen krijgen, want hij gunt mij de content. Hopelijk krijgen we voor hem iets goeds. Zou wel fijn zijn. Alsjeblieft geen Berardi of zo. Geen Berardi. Nigeriaans. S. Osimhen. Dat is niet slecht. Dat is half huts, zou je kunnen zeggen. Dat vond de chat. Maar dit is niet onaardig. Right, mensen. We hebben er eindelijk weer iemand die Mark Bistroni als zoekterm heeft. Dankjewel daarvoor.
Ik moest hem kennelijk per se joinen. Het werd me al 10 minuten lang in mijn stream verteld dat ik per se deze man moest joinen. Hopelijk krijgen we iets goeds voor hem. Hij zit met wat vrienden in de party. Het zou leuk zijn voor hem als ik wat kreeg. Alles behalve Berardi en Acerbi zou eigenlijk wel mooi zijn. En Maris zou leuk zijn. En Sanchez misschien. Kom op. Duits. Oh nee, nee, nee. Niet lullig. CV. Ginter. Ja, dat is... Het valt mee. Het had erger gekund, toch? Alright, een van de laatste staat klaar. Hij heeft Lukaku al. Het zou fijn zijn als we hem Sancho kunnen geven. Die zou perfect passen. Een goede sentiment is altijd welkom natuurlijk. Eigenlijk heb je niet voor meer nodig natuurlijk als je Lukaku aan de spits hebt. Oké, kom op. Iets goeds voor deze man zou leuk zijn. En Sancho zou perfect zijn. Dat kunnen we wel stellen. Kom op. Kom op. Oh, geen Berardi, geen Berardi, geen Berardi. Geen Berardi. Oostenrijks. Oh, dat is Niederlechner. Oh nee, dat is Hinterdekker. Oh, dat is wel kut. Dat is kut. Dit is heel jammer. 88 Hinterdekker is de laagste rated tot nu toe. Maar hey, sorry dat ik het Italiaans niet geluk bracht. Het is gelukkig geen Acerbi of wat dan ook. Hopelijk is de volgende beter. Alright mensen, de laatste van de video. Hij heeft een duidelijke voorkeur. Hij wil Davies, Kroos of Ter Stegen. Ik hoop dat ik die voor hem kan krijgen. Hij heeft genoeg potten gedaan waarvan je zegt... Hij verdient het puur en alleen voor de grind alleen al. Een van die drie zou de beste zijn tot nu toe. Als je afhankelijk van wat je vindt van Sanchez en Mahrez. Maar hopelijk iets goeds. Duits kan dus. Kroos of Ter Stegen of Davies. Een van die drie zou erg welkom zijn. Spaans. RM. Wie is dit überhaupt? Oh, Moreno. Oh, dit is kut. Oh, dit is kut. Gerard Moreno. Oi, 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 oi. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Naar de video in ieder geval. Ik weet niet of jullie dit vaker willen. Ik kan me voorstellen van niet, want de packlog was niet heel bijzonder. Maar als het wel zo is, laat me dat dan weten. En dan proberen we dat te regelen. Dan zie ik jullie later. Joejoe.